Yo mensen, leuk jullie kijken naar een nieuwe video en vandaag ga ik weer reageren op Brugklas. En ja, het is echt een tijdje geleden, maar ik dacht ik ga het gewoon weer gezellig een keertje doen. Ik heb nog helemaal niks gezien van het nieuwe seizoen, dus ik weet niet wie er nieuw zijn, ik weet niet wat de verhaallijnen zijn, ik weet gewoon niks. Maar goed, ik heb er weer hartstikke veel zin in, ik ga een weekupdate kijken en ik hoop dat jullie er ook heel veel zin in hebben. En vergeet natuurlijk niet te abonneren, want heel veel mensen die mijn video's kijken zijn nog steeds niet geabonneerd. Dus doe dat nou gewoon eventjes, zou ik hartstikke leuk vinden. Ik ga mijn koptelefoon opzetten en dan gaan we gewoon lekker beginnen. Ik heb een idee, laten we gewoon een dansevent doen. Dansevent? Ja, er super toffe muziek uit en dan laten we die knallen door de hele school. En hoe wil je dat gaan doen? Nou, gewoon, we sluipen het kantoor in van de jong en we zetten de muziek tegen de speaker. Ik weet wel dat ja, hij we steken geen auto in de vaste kast zit. Er zit alleen toffe muziek deze jongen. Aan. En daarbij, en hij zit deze in Force. Video moet vetter worden dan de vorige keer. Want anders gaan we dat nooit doen. Dat weet ik allemaal gewoon, hè. Dat weet ik allemaal gewoon. Dat ook wel. Ik ben het ook wel mee eens. Het komt goed, oké? Okay? We moeten gewoon een beetje opletten. Wat gaan ze precies gaat doen? Weg. Eindelijk. Hups. Oh, ze gaan waarschijnlijk geluid door de intercom laten afspelen, zeg maar. En mevrouw de Jong loopt net weg, dus ze gaan nu iets stiekems doen. Maar dat ding is aangesloten. Oké. Nou, hou die muziek. Ja, ik heb hier die muziek. En schiet een beetje op, ja? Want dan komt ze terug, oké? Ze komt terug. Schiet op. Ze gaat echt soepel worden, dit. Zo. Wat heerlijk, jongens. Hé? Een heter daadje. Zo, die komt ook eventjes enthousiast binnen met haar Wat gezellig, heter daadje. Leuk jongens, wat leuk. En nu? En nu? Wat gaan ze nu doen? Jullie hadden iets georganiseerd. Een dansevent. Maar ik snap dat u dat niet begrijpt. Want? Ik ben oud, wil je dat zeggen? Nee, sorry, dat bedoelde ik niet. U bent niet oud, maar ook niet heel jong meer natuurlijk. Zo. Dit is ook wel echt een goeie. Dan ga je tegen een conciërge ga je vertellen. Ja, we gaan een dansevent organiseren. En, maar ik snap dat u dat niet begrijpt. Want u bent waarschijnlijk iets te. Ja, dan zeggen ze. Te oud? Ben ik te oud? Nee, maar u bent ook niet meer echt jong of zo. Oh, dat is zo'n moeilijke situatie. Ja, hoe ga je dat nou uitleggen, hè? Dat ze gewoon eigenlijk gewoon te oud is. Als u meeloopt, kunt u het laten zien. Als u durft, tenminste. Oh, uitdaging. Als ik durf, tenminste. Ja. Nou, laat maar zien dan. Jairo is met Levi en de Jong naar de gang gegaan. Gaan ze doen? Want oh, voor kijk het filmpje eens even. Dat hij bedacht heeft, moet er wel Jairo heeft worden. Gewoon de kleding van de Jong aan en andere ja, ook. Oh, dat yes. Wil nog. Fashion hoor, hé. Ja, je mag gewoon lekker meebouncen. Ja? Meebouncen. Ja. Ja, tuurlijk hou ik heus wel van een beetje lol, hè. En een beetje komische lachhumor om te lachen. Drie. Wacht even, wat zegt ze nou? Mevrouw de Jong zegt, natuurlijk ben ik ook wel in voor een beetje komische lachhumor om te lachen. Komische lachhumor om te lachen lol hebben. Nice. 2, 1. Ja, en TikTok. Ja. Leuk hoor. Toch? Ja, leuk joh. Hey. We gaan door naar de volgende aflevering. En de volgende aflevering heet een beetje jaloers. Sorry, ik was aan het staren. Ja, dat had ik door. Maar naar wie? Hij zit ook in de vaste kast, volgens mij, die Pieter. Ik vind Omar best wel leuk. Omar? Wat ik dus nou niet snap is, wat zit Soraya nou in... Is dit Omar? Denk het wel. We zijn gewoon goede vrienden. Ik neem aan dat jullie geen verkering hebben, toch? Nee. Ja, ik wil net zeggen. Ik bedoel, kijk, jullie zijn wel close. Maar totaal niet elkaars sterretje neem ik aan. Maar even een vraagje. Waarom niet? Waarom niet Omar? Dat kan toch gewoon? Vind jij iemand leuk? Nou, daar hebben we het nooit over. Oh, je hebt daar nooit over? Dat ga ik niet aan zijn neus hangen natuurlijk. Omar was gewoon bij jou aan het vissen of Soraya hem misschien leuk vond. Ja. Omdat hij haar leuk vond. Ja, dat denk ik dat ook. Dat dacht ik al. Ja, Omar die gaat natuurlijk bij Pieter verhaal halen van... vindt Soraya iemand leuk? Want jij praat zoveel met haar, je gaat zoveel met om. Kan jij niet even wat informatie kwijt aan mij, vriendelijke vriend? Maar Pieter die zegt, die heeft niks gezegd. Want Pieter is zelf volgens mij een beetje jaloers. Maar vindt Soraya Omar leuk? Nou, ik denk van wel. Maar dan hoort ze dit toch te weten? Daar heb ik natuurlijk al over nagedacht. En eigenlijk weet ik niet of ik vind dat Omar zo goed bij Soraya past. Ik bedoel, hij is wel heel anders. Ik heb... Pietertje. Dat mag jij toch helemaal niet bepalen? Kijk, als Soraya Omar nou leuk vindt, dan moet je dat gewoon zeggen. En dan moet je niet zo moeilijk doen de hele tijd. Oh, Pietertje. Doe dan gewoon even normaal. Ik heb een beslissing gemaakt. Ze heeft een beslissing!
Ik denk dat ik toch ga kijken of hij mij leuk vindt. Ik ga iets proberen. Want ik bedoel, anders is waarschijnlijk wel een ander meisje me voor. En dan, ja, ik weet niet. Het zal veel meer andere meiden wel zijn opgevallen dat het een leuke jongen is. Dus ja, ja. Dan beter nu dan nooit. Dan moet je maar gewoon snel zijn. Ik zou het maar niet doen. Nee, tuurlijk zou ik het maar niet doen, Pieter. Want je bent gewoon jaloers. Hoezo niet? Nou, ik heb een gesprek opgevangen tussen Omar en een andere meisje. Nou, hier komt de leugen, hoor. En daarin zei hij dat hij iemand leuk vond. En jij bent het niet. Pieter, Pietertje, waarom doe je dit nou? Kijk, Soraya vindt Omar leuk, Omar die vindt Soraya waarschijnlijk leuk. En jij verpest het gewoon voor hun alle twee. Volgende aflevering, het is woensdagmorgen. De volgende aflevering heet Gezeik thuis. De eerste lessen beginnen over precies 3 minuten. Maar Farid leeft nog in zijn eigen wereld. Ja, Farid. Gaat het wel? Ziet het eruit alsof het gaat? Hey, doe eens even rustig, man. Oh, ja. Oh. Oh, dat is wel een prima bandje. Wat is er gebeurd? Ik denk gisteren, man. Nou, de rest ziet er wel goed uit, dus je kan het wel repareren. Ik heb daar toch geen geld voor. Ja, misschien heeft iemand het expres gedaan. Freddy is namelijk best wel een pestkop. Acties, reactie. Freddy. Ik heb sowieso al geld eraan drank uitgegeven. Hè? Huh? Ga wel lopen. Zielig hoor. Gaat het wel? Thuis zeg maar. Het gaat prima. Als iemand zo reageert als je vraagt, hey, gast, gaat het wel? En je zegt, nee, het gaat prima. Dan weet je dus dat het niet prima met diegene gaat. Want hij zegt al, waarschijnlijk hebben mijn ouders hun geld uitgegeven aan drank. En daarom kan hij zijn fiets niet maken. Dat is natuurlijk heel zielig voor Freddy. Ik word het niet. Iets in die richting. Met je pa en mannen? Gap, dat zijn jouw zaken niet. Nou, ik ben helemaal vergeten om die bijdrage van CKV in te leveren. Oh, dat is niet erg. Hoeveel is het? 7,50. Oké. Okay. Oh ja. Sorry. Nee, daar hoef je geen sorry voor te zeggen. Dat weet ik inderdaad ook. Farid is de nieuwe pleegzoon van Volmers. Dus het is nu ook de pleegbroer van Milan. Oh, jongens, en eventjes tussendoor. In mijn vorige vlog had ik het over NordVPN. En dat is een applicatie waarin je in privacy en veilig kan internetten. En ik mag nog steeds 68% korting geven. Dus check eventjes de link in de beschrijving. En ja, dan kan jij ook gewoon veilig internetten. Wat heb ik nou mijn portemonnee? Heb jij het gestolen? Nee. De portemonnee van Volmers is weg. Ik geloof je niet. Prima, en dan? Dat is toch geen big deal of zo? Die gast woont in een supergroot huis. Hij mist het echt niet. Freddy of zo heeft gewoon de portemonnee van Volmers gejat. Hij geeft het hier gewoon toe, hè? Ik had het niet gepikt, toch? Als pleegzoon van meneer Volmers. Hè, Freddy? Gast. Jij kan het weten, man. Jij woont bij hem. Als iemand genoeg geld heeft, hoef je niet van hem te jatten. Wat doe je? Hier. Nee, hoef ik niet. Ben je bang of zo? Nee, ik ben niet bang. Ik hou gewoon niet van jatten. Nee, goed zo. Goed zo, Farid. Is goed. Maar houd je bek, hè? Hey. Geen woord. Zo. Zo, Ferry wordt agressief, hoor. Hey. Man. Ik weet het niet. Kijk, stel ik zou de pleegzoon zijn van Volmers en iemand in mijn klas die heeft de portemonnee van mijn pleegpa gejat, zeg maar. Dan zou ik echt wel boos worden. Dan zou ik gewoon zeggen van, hey, vriendelijke vriend, can I have the wallet back? Because otherwise I'm gonna get you. Als jullie allemaal even je tas op de tafel zet. Tas op de tafel, en je houdt controle. Hem even open. Controle. Dan kan meneer Volmers kijken dan ga je, Ferry. Of zijn portemonnee daarin zit. Wat gaat hij nou doen? Nee. Die portemonnee, die zit in zijn voorvak. Farid, nee. Huh? Wat doet hij nou? Ik help hem niet omdat ik het oké vind wat hij heeft gedaan. Ik help hem omdat het anders voelt als verraad. Zo, ik zou dat dus echt totaal niet hebben gedaan. Kijk, als je iemand zeg maar echt snitcht, dus je zegt van, ja, hij heeft jouw portemonnee. Kijk, dat is verraad. Of dat is snitch. Maar als jij er gewoon niet aan meewerkt en je laat gewoon die controle lopen. En ja, daar zit de portemonnee in de tas van Freddy of Ferry. Ik weet niet hoe die heet. Dan is het helemaal niet verraad. En dan heeft je pleegpa gewoon weer zijn wallet back. Zijn portemonnee. Wanneer de lessen zijn afgelopen, neemt Farid een besluit. Maar of Ferry daar blij mee zal zijn? Oh, slim. Farid, wat ben je een slimme jongen, hé? Goeie. Hij heeft nu de portemonnee teruggelegd bij de gevonden voorwerpen. En dan is het zo van, oh, hij lag gewoon hier bij de gevonden voorwerpen. En dan heeft niemand een probleem. Good job, Farid. Meneer Volmers is morgen jarig en ik ben bezig met een leuk filmpje. Oh, hij gaat een leuk filmpje maken van meneer Volmers. Ja, filmpje perfect, ja. Heet de aflevering. Leuk. Nou, we gaan ze zeggen. Ik vind meneer Volmers een hele aardige man. En ik vind het ook heel goed van hem dat hij pleegkinderen in huis heeft genomen. Want daarmee geeft hij wel echt het goede voorbeeld.
gefeliciteerd, Vommers. Wow, dit is best wel awkward. Stel, er komt iemand naar me toe die zegt van... Ja, mevrouw Papier, weet ik veel. Mevrouw Papier, die is jarig. Kan je misschien wat leuks zeggen over mevrouw Papier? Mevrouw Papier, gefeliciteerd. En ik vind het echt superleuk dat je steeds les geeft. En hoe je dat dan zo doet, lezend in dat boek en dan aan ons uitlegt, is echt... gefeliciteerd! Yes! Dankjewel. Yes! Kijk aan! Leuk hoor, hé. Ho! Die andere straan, hè, jongen? Ik wilde je niet storen, want je zag er nogal geconcentreerd uit. Nee, maar niet uit, hè. Oké. Heb je het al gezien? Ja, een stukje. Hè? Hij is wel kaal, hè, die Milan? Een beetje basisschool, vind je niet? Man! Ja. Helemaal niet. Vommers is jarig. Hey. Farid kan niet wachten om zijn filmpje aan hem te laten zien. Gefeliciteerd, jongens, hey, met jullie pleegpa. Wat leuk. Ja, lekker. Ik had ook nog iets kleins. Ach, jongens, dat hoeft toch allemaal niet? Kadi, cadeau. Wat zit erin? Het filmpje. Ja, Vommers, ja, legt niet echt lekker uit. Je ziet echt een topgozer qua leraren. Zelf vind ik hem niet echt leuk als leraar. Want hij het is allemaal negatief. Kinderen om. Het is allemaal negatief opeens. Gefeliciteerd, weet je. Ja, meneer Vormers. Milan? Ja, het is niet mijn vader. Jongens, kijk naar Milan. Ja, maar ook nog gefeliciteerd, meneer. Ja, wat is ik dit? Snap hem al. Ik snap hem al. Milan heeft gewoon een ander filmpje gemaakt. En die heeft de USB-stick in het cadeautje die eigenlijk Farid zou geven aan Vormers gedaan. En nu komt Farid er helemaal slecht uit als de slechterik. De slechte stiefzoon. Waar is mijn filmpje? Ja, ik weet even niet wat ik moet zeggen. Nee. En je doet je best voor zo'n jongen. Ja, dan raakt zoiets je wel. Ja, snap ik. Ik moet met je praten. Dat is normaal, joh. Nee, niet normaal. Jij moet normaal doen. Ja? En als hij ziet dat we de hele tijd ruzie hebben, gaat hij niet leuk vinden. Nee, gaat hij zeker niet leuk vinden. Dan zitten we allebei op straat. Jij bent niks beter dan ik. Niks. Ja, je hebt je punt gemaakt. Het is in ieder geval wel duidelijk waarom hij het perfecte pleegkindje uit wil hangen. Want hij is gewoon bang om eruit gekikt te worden. Ja, en logisch ook. Als je als pleegkind kan je eruit gekikt worden, dus blijkbaar. Ik vind het een beetje raar dat Milan... Waarom doet Milan dit? Dit is gewoon een nice streak, dit. Milan, dit is een nice streak. Dankjewel. Nou, ik vind meneer Vommers een hele aardige man. Nee joh, dat meen je niet. Hey Farid, kom erbij. We kijken wat Milan gemaakt heeft. Heb Milan al gemaakt? Ja. Wil je feliciteren met je verjaardag? Ongelooflijk, die gast. Ik heb dat filmpje gemaakt. Als volgt. Heeft nou serieus Milan het filmpje van Farid aan Vormers gegeven van... Kijk, pap. Kijk, pleegpap. Wat ik heb gedaan. Ik heb een superleuk filmpje voor je gemaakt. En Farid is een klootzak. Want Farid heeft het precies hetzelfde gedaan. Maar dan allemaal negatief. Kijk hoe goed ik ben, pap. Klootzak. Milan, dat kan je niet doen. Het filmpje wat Farid had gemaakt, weet je, dat... Kijk... Het was iets te gehaast, weet je wel. Dus het geeft niet, maar... Ja, toen heb ik er wat... weet je, had nog een paar leuke filmpjes. Die heb ik er toen ingedaan. Heb ik een nieuwe edit gemaakt. Heb ik heel lang aan gezeten. En leuk. Toen, ja, is dit uitgekomen. Dus dat oude filmpje kan je gewoon helemaal vergeten. Nou. Helemaal vergeten. Helemaal vergeten. Sorry nog daarvoor. Het is jou lang vergeven. Ik vind het echt geweldig om te zien hoeveel tijd jullie hierin gestopt hebben. Echt leuk. En, nou, wat nog veel belangrijker is... Dat mijn twee pleegzoons het zo goed met elkaar kunnen vinden. Dat is onbetaalbaar. Ja. Dat twee pleegzoons het zo goed met elkaar kunnen vinden. Dat is onbetaalbaar. Ja, ze kunnen het zeker goed met elkaar vinden. Oh, Milan, je hebt je Farid echt heel flink gemaaid. Dat is echt niet leuk dat je hebt gedaan. Dat is echt niet leuk hoor. Hey. Heeft er iemand een idee? Kunnen we niet een filmavond doen? Met popcorn en vet van cola. Ja. Een talentjacht. Een soort van Quacks Got Talent. Quacks Got Talent? Klinkt best grappig. Quacks Got Talent. Volgens mij moeten ze nu iets bedenken om iets te gaan doen. En iemand die stelt voor een filmavond met popcorn en zo. Maar Quacks Got Talent. Eigen ding doen. Ja. De rest van de les mogen de leerlingen besteden aan het oefenen van hun performance of het organiseren van de talentenjacht. Leuk. Ja, maar dat was echt veel te moeilijk wat jij deed. Ik vind het helemaal niet erg om iets meer te bedenken. Ik had best wel iets leuks bedacht voor twee personen. Maar het lijkt alsof Alex er helemaal geen zin in heeft. Als je zo moeilijk doet, dat doe je toch gewoon lekker niet mee. Doe ik het wel lekker alleen. Nou. Ja joh. Hey. Dus ja, doei. Doei. Ik hou me daar ook niet mee bezig. Maar ik heb er gewoon geen zin in. En ja, ik vind het eigenlijk wel een beetje gewoon voor mietjes. Maar slaat dat op? Uh-oh. Hou je mond, man, voor mietjes. Weet je wel niet hoe stoer het is om je talent te laten zien aan andere mensen?
Weet je wat voor mietjes ja, is? Hij is boos. Hij schijnt helemaal niks te gaan doen. Ga lekker op de bank hangen en stikken je popcorn. Ja joh. Hey, stikken je popcorn. Vriend, hé. Hey. Dat is wel heftig. Ja, hij is boos. Hij is echt, hij vindt het niet leuk. Hey, Tycho, kom terug. Zo is een beetje een drama queen hier. Ik snap best dat je zo'n opmerking aantrekt. Hè? Dat deed ik ook toen ik een tiener was. Maar hey, het komt vast allemaal goed. Echt waar. Val je op jongens? Ja? Wist je dat nog niet? Nee. Uh-oh. Wow, als zij dan nu een relatie krijgt, dan zou wel echt een beetje verkeerd zijn. Een docent en een leerling, niet oké. Okay. Maar dat zou wel, het zou wel een leuke verhaallijn zijn, maar wel een beetje gek. Ik ben gewoon wie ik ben. Hè? Ik hoef geen label. Pas op mijn 18e kwam ik uit de kast. En toen was ik ook bang voor een label. En ik dacht dat ze zouden denken, oh, hij is homo, hij houdt vast van mode en kan niet voetballen. Maar pas op mijn 18e wist ik dat mijn geaardheid gewoon niks te maken had met wat ik kan of wat mijn interesses zijn. Nu weet ik dat wie ik ben, dat ik dat gewoon wil zijn. En dat het niet afhangt van mijn geaardheid. Wat een mooie woorden, zegt hij toch. Weet je, en dat is ook zo. Kijk, als jij gay bent en je valt op jongens als jongen of je valt op meisjes als meisjes, is echt niks mis mee. Dat kan gewoon, dat is niet raar. Dat mag. Maar goed, dit was alweer de weekupdate. En ik vond het echt heel erg leuk om gewoon weer eventjes Brugglas te kijken en gewoon even de nieuwe mensen te leren kennen. Dus vond je deze video leuk, laat dan een blauw duimpje achter. Vergeet natuurlijk niet te abonneren. En dan spreek ik jullie later.